11 september 2001. Ruud van Rooyen is met zijn vrouw in New York. Ze zitten in de metro. Daar wordt omgeroepen dat de trein niet stopt bij het World Trade Center. Eén halte verder stappen ze uit om te gaan kijken wat er aan de hand is. We gaan de hoek om nog één blok verderop. Aan het eind van de straat kon je de voet van het World Trade Center al zien. En toen begon de eerste toren in te storten. Nou, toen begon natuurlijk iedereen te rennen. En, nou ja, wij draaiden ons ook om. We hebben niet heel veel meer gezien, maar je hoorde een enorme herrie. En wij bleven rennen. Ruud en zijn vriendin rennen naar de waterkant waar ze met een veerboot ontkomen. De volgende dag kunnen ze terug naar hun hotel en een aantal dagen later terug naar Nederland. Na een paar jaar besluit Van Rooyen zich te verdiepen in de aanslagen, want de officiële lezing van de Amerikaanse regering klopt volgens hem niet. Die mening wordt gesteund, of die is voor een belangrijk deel gebaseerd op dat er allerlei mensen met autoriteit ook die mening zijn toegedaan. Dus mensen die voormalig in de geheime diensten hebben gewerkt, wereldwijd, mensen uit het Amerikaanse leger, voormalig mensen uit zelfs de Bush-regering, die nu toch zeggen van nou, een nieuw neutraal onderzoek zou gerechtvaardigd zijn, want het officiële verhaal klopt niet met de feiten. Het officiële onderzoek, daar is een rapport van uitgebracht, dat rapport heb ik hier leren, dat heb ik van voren naar achter gelezen. Dat begint met de conclusie, het waren moslimterroristen en die hebben op eigen houtje zijn ze begonnen om die aanslagen te plegen. En wat kunnen we daar nu van leren? Dat is eigenlijk het officiële onderzoek. Maar er is dus geen officieel onderzoek dat zegt van wie heeft het nou gedaan? Nee, die conclusie is al getrokken. En één saillant detail daarbij is dat als je naar de website van de FBI gaat, dan staat Osama Bin Laden als gezocht voor allerlei terroristische aanslagen. Maar de aanslag van 11 september staat daar niet bij. En dat is waarschijnlijk omdat de bewijslast niet er is om hem daarvoor aan te kunnen klagen. En zo zijn er nog veel meer ongerijmdheden die vaak onder het tapijt zijn geschoven, zegt Van Rooyen. Hoe het allemaal wel in elkaar steekt, weet Van Rooyen ook niet zeker, maar hij heeft wel een idee. Ik denk dat in de gunstigste zin is de aanslagen zijn Amerika wel overkomen, maar hebben ze er gigantisch gebruik van willen maken, is het ze eigenlijk in de schoot geworpen. Want de politiek die ze de afgelopen jaren hebben uitgevoerd onder de Bush-regering, is de politiek die ze op voorhand eigenlijk al wilden. Dus ze hebben eigenlijk de reden om die uit te voeren, hebben ze in de schoot geworpen gekregen. Maar in de ongunstigste zin hebben ze er zelf mede de hand in gehad. Dus hebben ze hebben ze actief iets gedaan om het publiek mee te krijgen. Nou, en dat is de gedachte waar je echt angst